Lekkere wijven van me. Hebben jullie toch een beetje vies geraden van het weekend? Laat het maar even weten, lieve mensen, in de comments, alsjeblieft. Natuurlijk weten we allemaal, FIFA is een kutspel. En als jij het dan ook echt naar je zin wil hebben met het spel, lieve mensen, dan is het heel belangrijk dat je het volgende doet. Dan druk je op het onderste knopje van je PS4, pak je de disc, ga je vervolgens naar de achtertuin om hem vervolgens ritueel te verbranden, lieve mensen, want het is toch een partijtje kutspel, lieve mensen. Iedereen doet ons wat. We gaan voor de duidelijkheid gaan we 7-0. Dat is wel even heel belangrijk om te vertellen. En ook wat heel erg belangrijk om te vertellen is, dames en heren, 50.000 abonnees. We zijn zo dichtbij. Help mij deze mijlpaal te halen in de maand februari. En jullie zullen er zeker geen spijt van krijgen, want dames en heren, gratis porno met Ben Ketcher, Del Porno. En als iedereen klaar is gekomen, dan komt Sperma Rest nog even langs. Oh. Ja, het zijn... Lieve mensen, wie doet het trouwens? Wat? Nou, ik zie er weer te kijken in het scherm. Staan we weer 2-0 voor Eusebio. Kap Marcelo uit, lieve mensen. Die Portugees toch niet te stoppen, lieve mensen. Staan we weer 2-1. Wie doet het trouwens? Dat is toch ongelooflijk, lieve mensen. Ik ben trouwens ergens achtergekomen. En dat gaan jullie deze video ook zien. Er valt namelijk nog met R1 scoren. En de manier waarop ga ik jullie ook gelijk even laten zien. Want dit is allemaal geen time shooting. Want time shooting proberen we eigenlijk zo min mogelijk te doen. Tenzij we met R1 en L1 schieten. Dat is eigenlijk de enige manier waarop ik kan doen. En buiten dat, ik ga niet te gek doen vandaag met inspreken. Want mensen, ik heb een partijtje koppijn. Ik heb echt weinig geslapen afgelopen dagen. Het is een beetje chaotisch geweest. En echt, mijn kop is echt weer eraf gegaan. Ik ben er helemaal aan de graf. En daarom, deze pot heb ik ook vandaag gespeeld. Want uiteindelijk hebben we morgen dus ook nog de tijd. Maar morgen heb ik ook nog een bepaalde afspraken die ik, waar ik naartoe moet. Dus wat dat betreft moeten we wel een klein beetje rustig aandoen. En we moeten gewoon de pot spelen. Want ja, ik moet er dus... als jullie dit eenmaal zien, moet ik nog 15 potten. Want we hebben dus nu de eerste 15 gespeeld. En we gaan dus 8-0. Lieve mensen, hoe gaan jullie in de Weekend League? Want jullie hebben dus ook een extra dagje dat van jullie ook hartstikke lekker is. Want dat betekent dat jullie weer een beetje vis kunnen doen in het weekend, lieve mensen. En laat ook vooral even weten hoe het dan ook met jullie gaat. En of jullie nog speciale bevindingen hebben ontdekt tijdens de Weekend League. Of jullie nog een paar bepaalde zwakke punten in de gameplay hebben gezien. Waardoor je makkelijker kan scoren misschien. Want zoals je hier ziet bij Ketsen, kijk eens. Oh, die kapt weer weg. Oh, lieve mensen. Oh, L1, R1. Oh, die bij Ketsen, die bij Pornus. Lieve mensen, zo hard, lieve mensen. Het is toch niet te tonen. Deze quintessentie en de bon. Komt ze maar. Fijne dag verder. Gaat ze weg. Sorry. Daar. Ah, lieve mensen. Oh. Dus geluk, fijn. Een Ajax-ziet. Gaan we gelijk even door naar de volgende wedstrijd. En dan zien we, dames en heren, dat deze tegenstanders... Deze moeten we gewoon pakken. Eriksen, Kevin De Bruyne. Dat zijn allemaal hartstikke leuke tegenstanders. Maar wij hebben een aanzienlijk beter team, dames en heren. En dan gaan we ook even dwars doorheen. En Neymar die geeft hem gewoon zomaar op iedereen in een Del Porno, lieve mensen. Die kan toch nog een partijtje scoren. Het schijnt dus dat ik niet alleen maar met de R1 hoef te scoren met Del Porno. Maar dat die gewoon echt iedereen... Echt helemaal van de kaart. Ja, beukt eigenlijk. Het is zo goed. Kijk nou hier zo weer. Och. Lieve mensen, koop hem nou gewoon. Die jongen druk nou gewoon op kruis in je eigen 16. Lieve mensen, die gozer is zo goed. Oh! Cornertje, komt u maar. Ben Ketcher. Oh nee. Pochie. Nee, dat koppen we mis. Ah! Jammer. Zonde. Ben Ketcher hier zo ook weer echt. Die L1 R1, dames en heren. Als jullie hem nou een klein beetje onder controle kunnen houden. Dan ik zweer het in die korte hoek. Het is zo overpowered. Buiten dat, 1-op-1 moet je gewoon een normaal rondje afmaken. Of R1 rondje kan je nog wel doen in de 16. Maar buiten dat zou ik er wel een beetje voorzichtig mee doen. We zijn dus nog steeds ongeslagen, dames en heren. En ik zie mensen om me heen een beetje falen. Omdat ze heel veel moeite hebben met de patch. En zo ga ik ook goals laten zien waar ik echt met R1 score. Waar je duidelijk kan zien dat het nog wel op bepaalde manieren mogelijk is. Maar dan moet je dus recht voor de goal staan. En nogmaals, deze ook. Mensen spelen met 5 verdedigers. Mensen spelen met 3 verdedigers. Dit is gewoon super, super slecht gedaan voor mij. Ik kan er gewoon niks anders over zeggen. Nogmaals, de voorzetten werken niet bij mij. Want dan ben ik echt, ja, dat is gewoon dramatisch. Ik heb gewoon niet de spelers daarvoor. Die zijn gewoon veel te klein. Del Porno, die kan nog wel nog natuurlijk even lekker afmaken. Dit zijn ook die R1 schoten. Als je nog redelijk met je gezicht, met je lichaam richting... 16 meter, of richting de keeper staat, dan lukt het allemaal nog wel. Hier zo, dit Neymar, die is ook nog hartstikke goed. En buiten dat, dames en heren, we hebben nog 400.000 munten, hè. We hebben nog 400.000 munten, dus wat kunnen we daar dan mee doen? Ik heb geen idee, lieve mensen. Wat moeten we nou doen? Oh! 11-0, lekker. Nog 4 potjes, dames en heren. En dan kijken we even hoe ver we kunnen komen. En we zien hier in de spits, Wea, de ex-icon, die nu niet meer in FIFA zit, volgens mij. Maar de zoon van, in ieder geval, Fabinho, nog steeds hebben wij een aanzienlijk beter team. Dames en heren, want wij willen gewoon... Dan Blanche, die gaat hier echt verschrikkelijk in de fout.
Echt, het is een beetje een plank is het eigenlijk in plaats van blank. Het is dan Blanche Blank. Het is niet best. En Neymar die schiet hem uiteindelijk penalties. Daar zijn we niet zo heel erg goed in dat te houden. Maar we moeten even rustig doen met het verdedigen. Want uiteindelijk heb ik dus ook mijn aangepaste tactieken veranderd. Van gebalanceerd naar balbezit. Omdat je gewoon veel geduldiger moet zijn. Je moet veel meer rondtikken. Omdat je niet zo snel naar de tegenstander 16 kan en zomaar kan schieten. Je moet rustig blijven, dames en heren. Hou je rust, lieve mensen. Dus even rustig. Komt maar. Ah, ik heb een tijdje hoofdpijn. Dat is toch niet normaal. En dan is nog zo te schreeuwen in de microfoon. Lieve mensen, dat is toch niet goed. En in de 48e minuut, terwijl 2 minuten extra tijd is, scoort hij de 2-2. Met Pepe. Oh, ik moet echt niet zo hard schreeuwen. Ik doe echt pijn in mijn hoofd. Neymar, die gaat er weer toch op Del Porno. Komt ze maar. Ja, Del Porno is weer een tijdje hard, lieve mensen. Ja, komt ze maar. Volgende patiënt. Ja, ho, Neymar. Ja, oh, komt ze maar. Ja, oh, ja, ben jij er? Ja, oh, mijn ketsen. Ja, oh, ja, naar binnen. Ja, en dan lange hoek. En dat bedoel ik. Deze zou ik eventueel ook nog kunnen timen, maar daar kwam ik pas later achter. Het is heel grappig om te zien, want toen ik er eenmaal achter kon dat ik ook met R1 time finishing op een bepaalde manier kon scoren, daar heb ik het ook vaker toegepast. Volgens mij komt dit volgende potje weer. Deze keer zit ze in de bonfire. Dag verder, lieverd. Gaat ze maar lekker weer weg. Ja hoor, Hazard. Tuurlijk. Tot ziens. Komt ze maar, volgende patiënt. Varanus, stop jouw vinger in mijn lala, heeft hij ook. En Mbappé, dus lieve mensen. Ben Ketzer, Luis Suarez. Oh, die heeft toch een partijtje Soas als ze niet te doen. Condoompje is in de rechterkam, lieve mensen. Maar Tuitens komt er maar tranen met tuit als je die man in de basis hebt, lieve mensen. Dit was R1 time finish. Dus nu sta je nog wel een soort van recht voor. Hier is hem natuurlijk Ben Ketsen. Och, lieve mensen, Ben Ketsen is zo hard, hè. Ben Ketsen is zo hard. Hij kan toch zo goed spelen. Dat is toch niet te doen, lieve mensen. Hij kan toch ongelooflijk. Kijk, links en rechts maakt niet uit. Doe het ook voor de tegenstander, die Ben Ketsen. Zo kut als je nou eenmaal een potje begint. En dat je kijkt naar het team van je tegenstander en zie je Ben Ketsen. Kijk, doet hij het weer voor me. God, verdomme. Het zit zo gewoon. Die Ben Ketsen, ik dacht dat hij loyaal was aan mij. Maar dat is hij gewoon helemaal niet, lieve mensen. Kijk dit ook. Dit is zo geniaal. Komt hij nog een keer. Lekker zeg. Ja. Is de overtreding meer dan waard? Ik deed het helemaal niet expres. Ik wilde gewoon de bal wegwerken met rondje. En uiteindelijk knal ik hem dan 5 meter verder. Is wel gewoon genieten. Moet je af en toe wel even lekker hebben. Uiteindelijk met Mahrez weer er één rondje. Als je met gezicht naar de goal staat, kan je daar gewoon mee afmaken. En dat is ook nog wel een hele goede manier. Son, doe hem op Gomez. Onze nieuwe invaller. En die scoort dan ook de 4-3, dames en heren, in de 85e minuut. Hartstikke chill. Heel erg fijn. En dat betekent dat we onze ongeslagen race kunnen voortzetten. Tenzij, ja, want na 97 minuten vond de scheidsrechter nog steeds niet mooi. En uiteindelijk dan toch fluit hij af. Hartstikke chill. En dan staan we dus 13-0. Nog 2 potjes, dames en heren. Kunnen we de ongeslagen reeks behouden. Tegen Keizer Jelle. Jelle SWC. Lekker hoor. Met Lane Icon Figo, Lane Icon Best. Ja, Best kan nog wel begrijpen, maar Figo, dus daar begrijp ik echt helemaal niks van waarom hij dat zou willen. Maar oké, okay, dat is zijn keuze. Deze man speelde heel erg op balbezit. En kijk, deze prachtige goal, lieve mensen. Oh, wat een goal. Lekker hoor. Prima hoor, Sergio, mooi boy, toy boy. Ja hoor, laat hem niet alleen met je moeder, lieve mensen. Komt maar, spammeres. Ja, wat gaat ze doen? Ja, kijk, weer een prachtige goal. Gewoon schieten en komt de bal voor Ben Ketsen. Het is een beetje gelukt, lieve mensen. Maar ik moet wel echt zeggen, in de rust had hij 0 schoten op goal. Dus dat betekent dat ik wel een beetje in de aanval ben, maar hij verdedigde gewoon heel erg goed. Dit is een hele goede, knappe voorzet, waardoor we uiteindelijk de 3-0 maken. Een verse Janu. En daar bellen we ook even met Breuer, dames en heren. En die neemt natuurlijk op. En die zag natuurlijk dat het allemaal goed was. En hij krijgt hier op een kut manier. Scoort hij uiteindelijk nog de 3-1. Maar wij scoren ook nog even de 3-2, lieve mensen. Want kijk, hier is Del Porno. Geeft ze maar van Gomez. Ja, Gomez komt weer terug. Ja, tot maar. Komt Del Porno. Ja, oh ja. En dan uiteindelijk binnen kapaal 4-1. Eindstand, dames en heren. En Keizer Jelle is dan ook verslagen. En dan moeten we nog 1 tegenstander. En dan gaan we dus 14-0. Kunnen we de 15-0 behalen? Gio FC. Oké, okay. Kante, Nainggolan, Nakata. Nou, de Japanees, lieve mensen, heet toch zoveel sushi. Dat zit te toon, lieve mensen. Oh, signaar, Varanus, stop je vinger in mijn lala. En Handanovic, die twee zie je altijd samen. Oké, okay. En dan zien we Neymar, Ben Yedder. En dan zien we toch, oh, lieve mensen, dit zijn die R1 schoten. Sta je gewoon met je gezicht naar je goal, kan je dat gewoon doen, lieve mensen. Je kan een L1 R1 doen en je kan gewoon R1 doen. Als je hem gewoon goed timed. Wordt wat moeilijker, maar uiteindelijk wordt het wel gewaardeerd. Salah schiet op een hele rare manier. Geen idee hoe. Ik denk dat het gewoon alleen rondje is. Schiet er deze bal erin. Ben Ketsen, lieve mensen. Is weer keihard, lieve mensen. 2-1 voor, komt ze maar. En dan hier Hazard. Doet uiteindelijk een mooie scoopturn. En dit is zo ongelooflijk. Hoe kan in godsnaam deze bal erin? Ik heb geen idee. We gaan even kijken. Oh, uiteindelijk heb ik dan nog eruit gelaten. Nou, in ieder geval, die bal ging er dus gewoon in via het hoofd van de keeper. Heb ik er even uitgelaten. Sorry. Pardon. Uiteindelijk knallen we hier met Virgil, knallen we iemand neer. Dat is echt niet handig. Voor mijn gevoel drukte ik niet op rondje. Ik weet het niet zeker. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval staan dus er die twee achter.
heel vervelend. En sterker nog, Walker loopt te slapen en hier kan je eigenlijk heel vrij weinig tegen doen, lieve mensen. Want het staat hier dan ook 4-2. Vervolgens ga ik 4-2-4 spelen, volledig op de aanval. En hier krijg ik een kans, timen hem groen met Son. Uiteindelijk niet erin. En dan werd ik al een beetje agressief. En hier dan Pogbanus. En die schiet hem dan ook vervolgens eraan. En dan was ik er alweer klaar mee, lieve mensen. En de bon, ik ga naar huis. Lieve mensen, tot ziens. Fijne dag verder. Ik ben er weer klaar mee. PlayStation uit. Oké, lieve mensen, we gaan dus 14-1. Na de patch mag ik daar niet heel erg ontevreden over zijn, want we moeten een beetje kijken van hoe kunnen we nou het beste spel hebben. En ik kom er steeds meer achter hoe je kan scoren. Dames en heren, hartstikke bedankt voor het kijken. En morgen zijn we uiteraard weer terug. Ik zou het heel erg tof vinden als we 2000 duimpjes omhoog kunnen halen op deze video. Dus hou me daar vooral bij en 50.000 abonnees in februari. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Fijne avond. Kusje van de boy.